De westelijke Mijnstreek telt steeds meer brouwerijen. De grootste van die brouwerijen, De Fontein, ontvangt de collega's tijdens een echt bierfestival. In een hele warme omgeving. Leo, op de warmste dag van het jaar tot nu toe stijgt zich hier bij het bierfestival in Stijn. Hoeveel brews per keer? Het varieert een beetje. Ik heb mijn eigen beertjes voor te experimenteren. Dat ik een nieuw recept heb, dat maak ik op een 50 liter ketel toes. En dan kan ik kijken van is het recept goed. Als dat goed gaat, dan ga ik naar Heithuizen naar een bevriendje brouwerie, Krom Beer. En dan kan ik op een 200 liter installatie zelf brouwen. Dat zijn dan de volgende stappen. En als het echt goed gaat en ik heb dus inderdaad een beerke dat hel gaat, dan is het mogelijk om in België, in Homburg, bij Grain Dorsch, om dan 1000 of 2000 liter te laten maken. Hoeveel beren heb je in het sortiment? Op dit moment, eigenlijk op voorraad, heb ik er 4. Maar in totaal zijn het er gaat van 6 verschillende soorten dat ik op dit moment al heb in totaal. Het is wel zo dat in het verleden ook al andere beertjes gemaakt zijn. En dan blijf ik wel een beetje wisselen. En nu komt er weer een Weizen aan. Ja, daar heb ik nu nog niet op de lijst te staan, maar dat komt dan wel nog. Dus ik blijf wel bezig met nieuwe beertjes. Eigen etiketten, eigen glazen. Wie de weg kent ze die een beer kopen? Het is vooral lokaal geleid. Het is op dit moment bij de Mitra, bij Meens, bij het restaurant Smaak, bij de heemkundeverenigingen. Daar is het ook leuk. Dan kunnen ze ook in de tuin, in de heemkundetuin zien waar de hop staat. En dan kunnen ze dan door ook het berken, dat is dit berken, de Geleinse Gallier, waar dan ook die meloenhop in zit, kunnen ze door ook proeven. En ik ben natuurlijk op andere plaatsen ook, maar dat gaat dan weer via een tussenleverancier. En dan komen we tot bij Van der Valk in Eurmond, staat het soms op de kaart. Ja, daar hebben ze dus een maandkaart met lokale berkens. En nu is er bijvoorbeeld de Loos Triepel op de kaart in Eurmunds. Ja, dus, maar het is wel echt lokaal. Hè. Rebecca, met 5 man samen een brouwerie. Waar komen die 5 man vandaan? Ja, we komen allemaal vanuit de buurt. Dus we hebben Genoot, Beck, Els, het komen 2 man vandaan. En ik kom zelf uit Gelen. Dus allemaal uit Limburg, zeg ik dan maar. En uit de westelijke Mijnstreek. Wie komt er weer om samen een brouwerie te beginnen? Nou ja, we houden van beer. Dus dat was altijd al een mooi startpunt. Maar toen kwam corona en toen moesten we allemaal toezitten. En toen dacht ik van ja, een thuisbrouwpakket, dat is wel leuk. En als ze toch geen geld mag uitbesteden aan hobby's of sportscholen, dacht ik van, ik koop voor meteen een ketel. En dan gaan we kijken hoe we verder kunnen komen. Hoe broedt het? Hoe is het met van huis? Nou, bij oma in de achtertuin hebben we een huisje. En daar staat onze proefbrouwketel. En als we denken, dit is het recept, dan gaan we naar Weert. Om daar op grote ketels te broeien. Hoeveel beren heb je op dit moment? Uit mijn kop hebben we er nu 8. En zijn er wat is het verschil tussen allemaal die 8 beren? Nou, we hebben eigenlijk voor iedereen gehad. Dus we hebben een licht beer, maar ook echt een heel donker beer. En we zijn met 5 beren eigenlijk begonnen, omdat we met z'n 5 zijn. Dus we hebben vooral eerst gekeken wat vind ik vanzelf lekker. Die hebben we gemaakt. En daarna zijn we gaan aanvullen, dat voor iedere stijl gaat te vingen is. Waar komt de naam Vals Plat vandaan? Nou ja, we zijn allemaal uit Limburg en kallen allemaal plat. Maar toen we begonnen, woonde ik eigenlijk in Utrecht, zie je in Eindhoven. Dus we waren weer een beetje buiten de grenzen gegaan. Dus we waren vals plat. Dus zo hebben we het bedacht. Maar nu worden we eigenlijk allemaal weer terug. Johan, als hobby maak jij lekkernijen van vlees uit de streek. Van beroep doe je iets heel anders. Wat maak je allemaal? Wij maken droogworsten in verschillende smaken. We hebben hampunten, we hebben gedroogd spek. We maken barbecuevlees. We doen barbecuepakketten op verzoek en het vlees dat komt gewoon uit de streek. Dat komt van een boer uit Laanaken, uit Meeswijk. Hoe kom je op dit idee? Als je houdt van lekker eten en koken en als het in de winkel niet lekker is, dan ga je het zelf maken. En dan zorg je dat het beter is. Hoe komt het bij de mensen? Hoe weten mensen jou te vinden? Je staat hier op een bierbeurs. Ja, bierbeurs. Rick hier van De Fontein, die heeft een eigen varkens. Die brengt het vlees naar mij als het geslacht is. Ik maak daar de worstjes van en de hammen. En die gaan we terug naar hier en die staan hier op de kaart. Dus we werken samen. Waar kunnen we nog meer jouw producten proeven? Bij het Heukske in Stijn. Bij de Elisabethhoeve in Eurmond, bij de Groenteboer. Bij een café in Sittard. Dus het Hophuis heet dat. En zo bereiden we lekker uit. Hoeveel verschillende producten maak je? Oh ja, ik denk 6 verschillende worstjes, soms op verzoek wat meer. Verschillende soorten ham, spek. Jasper, zo begint ze in de horeca. Spontaan in het pand van een brouwerie.
En organiseert ze hier nog een gans beerfestival. Wie bent er bij gekomen? Puur hobby eigenlijk. Gezamenlijk hobby met Rick en Lonneke van de brewery. En onafhankelijk van elkaar hebben we dit idee. En zijn we een keer ter sprake gekomen. En nu is het zover. We zijn voor hier 4 verschillende brouwerieën. Zijn dat geen concurrenten van één? Nee, het zijn allemaal op zich wel leuk. Allemaal microbrouwerijen of vuurbrouwerijen. En allemaal vanuit hobby beer gaan broeien. Uit de hand gelopen hobby, allemaal beer gaan broeien en gaan verkopen. En de meeste staan nog wel op meerdere bierfestivals. En dat is ook gewoon echt het leukste, dat ze hier gewoon met de broers over beer kunnen praten. En ja, dan moesten ze allemaal een beetje samen doen ook. Want als mijn einde beer verkupt, dan heb ook gezin. Verkupt ze allemaal die bieren van allemaal die broerieën bij zich? Verhubben van alle broerieën die hier zijn, ook bij de gasterie, alle beer verkocht, ja. Ja. De organiseert zit voor de eerste keer, daar is 500 kaarten in de verkoop en die waren heel goed weg. Wie is de volgende keer? Het idee is het vandaag allemaal goed lukt. En ja, animo is er sowieso, dat heeft vrouw gezien, dan één keer per jaar wil voor dit wel gaan doen, ja. En ieder jaar dit weer? Of iets kouder, maar in ieder geval goed weer een dreug, ja. Rick, we hebben staan er collega's hier. Ja, er zitten een hoop collega's hier uit de buurt, dus dat is wel gezellig, ja. Ja. Dat vindt ze geen concurrenten? Nee, het zijn collega's, hè? Dus dat is gezellig. Dus dat is absoluut geen concurrentie. En wie beschouwt ze dan? De grote brouwerieën, wie Alfa en Brand, zijn dat concurrenten of zijn dat ook collega's? Het zijn grote collega's dan, hè? Zo moest het zijn. Nee, we maken allemaal speciaal bier en het is allemaal kleinschalig en lokaal georiënteerd. Dus ja, vroeger worden er heel weinig kleine brouwerieën. Nu zijn er heel veel. Dat wordt alleen maar leuker. Ja, de fontein kom ik op heel veel plaatsen tegen, hè? Ja, dat klopt. Dat is begozen stein en het wordt nu gaat bekender, dus dat is wel leuk, ja. Ja. Wat vind je van dit festival op 10 terrein? Ja, het werkt prima. Dus nu hebben we doos, dus volgens mij hebben we een succes. Dus, ja. En daar hebben ze de horeca afgestoten. Daar hebben ze in mijn zangers van gevonden dat voor dicht de horeca deed. Daar ben je alleen nog mee bezig met broeien en met verkjes. Ja, we hadden het plan vroeger om een broerie te starten uit een jaar geleden. Dat hebben we ook gedaan, door de horeca bij. En de horeca is nu inmiddels geworden volwassen, dus hebben we aan de zangers overgedragen. En we hebben nu een beer en we hebben ook verkjes. Ja, sinds de corona hebben we verkjes.